Vandaag maken we witloof met ham uit de oven met een echt kaassausje. Ik laat jou zien dat het echt niet moeilijk is. Kijk je mee? Eerst maak je de witloof schoon. En als je bang bent voor bitterheid, dan kun je natuurlijk het binnenste eruit halen. Maar eigenlijk hoeft dat vandaag de dag helemaal niet meer. Want witloof is niet meer bitter. Daarna kook je deze tot het net gaar is. Dat duurt 8 tot 10 minuten. Je vet een ovenschaal in en maakt het kaassausje. Je laat eerst de boter in een pannetje smelten en daarna roer je de bloemen doorheen. Wanneer de bloem korrelig begint te worden, schenk je de melk erbij en roer net zo lang totdat alle klontjes zijn opgelost. Voeg de kaas nu toe en roer totdat er een papje ontstaat. Breng op smaak met een royale snuf nootmuskaat, peper en zout. Vind je de saus toch nog iets te dik? Dan doe je er gewoon een scheutje melk bij. Wikkel de hamplakjes om de witloof en leg deze in de ovenschaal. Schenk de kaassaus eroverheen en maak af van een extra laagje geraspte kaas. Plaats de ovenschaal voor ongeveer 10 minuutjes in de oven totdat de kaas gesmolten is en lichtbruin van kleur. Enjoy!